Tussen 1 en kwart over 1. We zijn maar kwart voor 2 daar een beetje vertrekken, want om 2:30 hebben we bij onze zwager Willem Batisten bezig. Ja, sorry, daar hebben we natuurlijk heel veel gebeurd. En de route is niet, en de route is rond de 108 kilometer, meer is het niet. Maar er zijn in het weg heel veel wegen die ineens opgebroken zijn nog niet. Ik heb heel veel aanpassingen moeten doen in het boekwerk sinds gisteravond zelfs nog. Dus ik hoop dat alles goed gaat. Ja, maar we even naar je naast en leggen we even uit wat die boeken is. Mijn naam is Rob Mulder. Ik ben een. Ik heb al 20 jaar zijn mevrouw vanochtend en morgen, dat wist ik niet. Daarvoor was ik al een jaar of 4, 5, noemen ze dat, sympathisant van de club. En dan mocht ik altijd met Joop Hoek mee om dus de 24 mei tour te rijden in de regio. Ik ben een geboren Schravenzander. Mijn vader was tuinder. Ik ben dus een tuinderszoon. Als ik ergens een bloedhekel heb, zo'n tuin. Ik heb de grootste hekel aan grond en alles, dus daar kom ik helemaal niet in. Dus mijn leven was niet in de tuin. Dus ik was gek van auto's, dat ben ik nog steeds. Van vrachtauto's vooral. Dus. Na mijn school ben ik in het transport gegaan. Ik heb in mijn jonge jaren ben ik 10 jaar internationaal chauffeur geweest. Ik zou je eerlijk vertellen over een prachtige tijd van mijn leven. Ik verdiende in die tijd veel geld als je chauffeur was, want alles werd betaald. Overal waar je heen ging, internationaal. Ik zat in het groente- en het fruitvervoer. Maar ja, op een gegeven moment kreeg ik verkeerde ging ik trouwen. Toen kreeg mijn vrouw een zoon, mijn oudste zoon. Toen zegt ze, ik weet wat ik kan doen, maar dit is niet het leven. Dat was ook zo. Thank you.
Thank you.
wel afbouwend. Ik heb nog twee zoons in het bedrijf zitten. De zaak is, ik ben een broer van Joker Mulder. Dus vandaar de link dat jullie hier zijn en welkom zijn. Het is eigenlijk een familiebedrijf. Vroeger, mijn vader was ook al bij de bloemenveiling waar jullie net geweest zijn, aan de overkant. Daar zo. Hebben ze naderhand overgenomen. Het is zeg maar een beetje tussen de 6 en de 8 centimeter aan diameter. En dan daarnaast heb je nog wat kleinere variaties, als pinkvormen en bolletjes. Maar wij zijn eigenlijk samen met andere Super bedankt. Ja.
Nou, ik moet zeggen, ik vond het niet makkelijk om te doen. Want jullie zijn natuurlijk zo'n getalenteerde gezelschap. Wat ik soms ver boven mij uitgaat. En dan valt het niet mee om iets te organiseren. Om dat wat indruk maken, laat ik het zo zeggen. Nee, maar het is er zo, dat is niet altijd makkelijk. En een hoekuitzetten ken ik helemaal niet. Daar hebben mensen mee bij geholpen. Dat waren dus de mensen van de Barrelclub. Dat is een hele simpele organisatie. Platvloers allemaal. Maar die hebben het uitgezet. Ik heb een beetje bijgewerkt, niet bijgewerkt. Dus zodoende is dat geregeld. Maar ik heb wel even in de war gezeten. Dat mag ik weten. Ja, nou, het is heel goed. Ja, joh. Ja, om zo'n gezelschap hier aan te bieden, dat is echt moeilijk, jongens. Dat geloof jullie misschien. Maar je ziet dat de bus is uit Algiers gekomen. Ja, dat is gelukkig. Ik dank jullie wel.